Nou, eigenlijk minder als dat ik verwacht had. Ik vind dat het tijd wordt dat, dat er hier eens wat nieuws komt. Want het stadion verkeert in zo'n toestand dat het eigenlijk niet houdbaar is zoals het nu is. We kunnen de supporters die kunnen we niet goed kwijt. We kunnen ze niet goed in toom houden. Dat hebben we vanmiddag gezien. Ze breken maar binnen de kortste keren de boel af. En ik hoop dat in het nieuwe stadion meer mogelijkheden zijn om die mensen een beetje in toom te houden. We hebben na afloop van de wedstrijd toch een flink staaltje vandalisme gezien. Wanneer is dat nou in de stadions begonnen? Je hebt het allemaal meegemaakt. Je hebt het van afstand bekeken. Het is op een bepaald moment is het gekomen. Het is uit de hand gelopen. Niet iedereen voelt zich meer veilig meer in de stadions. Nou, ik moet je zeggen dat ik heb dat begin niet meegemaakt. Want vooral toen het pas begon, toen ben ik een keer in het stadion geweest. Dus toen zat ik nog niet in het bestuur van FC Utrecht. En toen kwam ik helemaal niet meer bij betaalde voetbal. Ik ben er namelijk één keer geweest, toen kreeg ik een kussen in mijn nek. En verdomd slecht voetbal gezien. En ik vind als je naar het voetballen gaat, dan moet je plezier hebben. Dan moet je niet risico lopen dat je een blauw oog krijgt of een kussen in je nek. Dus ik ben jaren niet meer geweest, maar... Toen hebben ze me gevraagd voor het bestuur van Utrecht. En sinds die tijd kom ik dus in het stadion. En ik moet zeggen, ik erger me daar mateloos aan. Want ik heb de indruk dat mensen komen kijken die helemaal niet naar het voetbal komen kijken. Maar alleen rotzooi willen maken. En ik kan me voorstellen als je als vader of weet ik wat, maar met een jongetje of met iemand wil gaan kijken. Dat je wel twee keer bedenkt om daar naartoe te gaan. En ik denk dat je daar ook veel supporters mee wegjaagt. Het is hier afgelopen in de Galgenwaard, maar het is nog altijd niet bekend waar FC Utrecht de volgende thuiswedstrijden gaat spelen. Nee, het is een gekke zaak eigenlijk, maar er is van de week pas beslist dat het stadion wordt afgebroken. En wij hebben dus wat contacten gehad met Den Bosch en met Amersfoort, maar tot nog toe weten we nog niet waar we de thuiswedstrijden moeten spelen. Daar zijn we nog over bezig. Nou, dat is het vanuit de Galgenwaard. Veel bekend over de komende thuiswedstrijden van FC Utrecht is er nog niet. Eén ding is bekend, de thuiswedstrijd FC Utrecht AZ, die wordt in ieder geval in het Ajax-stadion gespeeld.